ga ik dit doen? Het is gewoon, denk ik, een cup zet. Kijk eens eventjes. De eerste kennismaking met Dexie en Jaxie. Dat wordt wel lastig, hè? We moeten jou voortaan echt weer gewoon Dexie noemen. Met die belletjes eronder. Ja, er zit enorm te kijken. Dit is onze dag 1 thuis. Gisteren was eigenlijk de eerste dag 1. Ja, gisteren waren we thuis gekomen, maar nu is het pas echt de eerste ochtend. Straks komt de kraamzorg om 9 uur. Naar die kleine man. Even kijken. Daar zijn we weer. Kom maar zeg. Hey, leg ik mijn Jack zijn eerste dag thuis zit erop. Ja, het was een pittig dagje, hè? Voor ons allemaal. Hij wil namelijk heel vaak gevoed worden. Dus we zijn heel veel met hem in de weer. En ik heb gelukkig wel vanmiddag 2 uurtjes geslapen. Dus ik kon heel even een beetje bijtanken. Maar als ik ook maar enigszins hoor dat hij huilt, dan word ik al wakker. Ja, ik ook. Ik kan het gewoon niet anders met zo'n schatje. Oh, zo is hij wel heel klein. Hij is gewoon bijna door mijn hoofd. Even kijken hoor. Wow, ja. Kijk, hij is zo klein in je hoofd. Wow, kijk hoe klein hij is. Stinkt zo klein als jou. Bart, omdat ik dichterbij zit. Oh, is dat goed. Hallo en vrolijk Pasen allemaal. Kijk, ons paaskuikentje is hier. In het echt is die mooier dan op die camera. Ja, dat is altijd zo, hè. Hallo, daar ben ik dan weer. Al borstvoedend en al. Waar ik heel erg trots op ben op dit moment. Want vannacht hadden we echt even een moment dat we zo echt een fles hadden willen pakken. Het was echt een heavy nacht. Maar zoals onze kraamhulp ook al vertelde. Het komt ook omdat ik veel bloed heb verloren. En op het moment dat je borstvoeding aan het aanmaken bent in de eerste dagen. Moet er juist extra veel bloed naar je borsten. Dus die combinatie van die twee dingen was niet zo best. En dat was ook wel even te merken. Maar in de loop van de dag ging het steeds beter en beter. En het gaat nu heel goed. En we gaan zien wat het deze nacht weer gaat brengen. Maar ik ben wel vrij positief erover. We zijn nu even goed gezond eten aan het maken. Veel volkorenpasta met allerlei groenten waar veel ijzer in zit. Om mijn bloedgehalte weer een beetje omhoog te kunnen krikken de komende dagen. Dus ja, dat is een beetje de update voor nu. En Jax gaat heel goed. Hij is lekker in badje geweest voor het eerst vandaag. Het was heel erg leuk. En Bart, die is echt een super daddy. Hij is echt alles aan het leren en aan het opnemen. En Jola is natuurlijk een super zus. Die is vandaag lekker met oma naar de bioscoop geweest. Omdat ze lekker vrij was. En morgen heeft ze nog een dagje vrij. Ja, Pasen. Hè? Hoe zijn je eerste dagen als grote zus? Leuk. Jola is natuurlijk helemaal druk met de kraammanden elke dag. We hebben drie kraammanden met allemaal cadeautjes. Er staan er 2, maar Omi die gaat morgen of zoiets nog meenemen. Oh. Goede test om te zien of hij stopt met huilen, hè? Oké. Okay. Hey. Is het dus iets harder? Ja, die. Ja, zo. Hey. Lig je lekker? Hij is stil. Toeval. Kijk, een moeilijk kijken dan. Hey, mannetje. Lig je lekker? Hier komt hij snuffelen. Het eerste
kindje op de weegschaal. Na de bevalling. 3 dagen daarna. Wat? Wat? Wat, jongens? Hè? 10 kilo eraf. Het gaat inmiddels echt stukken beter met ons, met mij vooral en met Jax. En ik ben lichamelijk helemaal goed aan het herstellen. Vannacht was het echt heel heftig, omdat Jax gewoon continu getroost moest worden. En ik deed dat eigenlijk de hele tijd met borstvoeding. Met als gevolg dat mijn productie enorm was geworden. Dus ik had heel veel stuwing vandaag. Hopelijk is dat morgen wat minder, want nu ben ik echt wat minder borstvoeding aan het geven. En Bart heeft een andere manier gevonden om hem te troosten tussendoor, want hij heeft wel heel veel krampjes. Aww. Aww. Hey, ben je er? Ja, goed zo. Vandaag ging ik nog even alle foldertjes doornemen die je meekrijgt van het ziekenhuis. En er zat deze tussen van Moeders voor Moeders. En wat zag ik toen ik hem opendeed in het midden? Tada! Dat is wel grappig als je ineens jezelf zo ziet staan en helemaal niet verwacht. En echt het hele boekje, het hele foldertje gaat over mama. Ja, het hele foldertje. Woehoe. Superleuk. Dus dat wil ik even zeggen. Nou, dan is je Richard 80 gram aangekomen in 2 dagen weer. Nou, is het al voor het schema? Of... Ja, fantastisch. Ja, ik ben als tot zwaar. Ik ga aangifte doen van mijn pasgeboren zoon. Nou, dat is gelukt hoor. Oh, so cute. Even een kleine update. Ja, ik weet het. Ik ben nog steeds heel erg wit. Ook best wel goed. Oh ja, en stuwingen. Stuwingen. Een borsten. Het is niet normaal. Het is echt zo bizar hoe snel je buik weg is. Ik kan ook helemaal geen BH meer aan. Het doet echt super veel pijn. En het is gewoon, denk ik, een cup zet. Niemand wil dit. Echt niemand. Het is helemaal hard. Echt van hier tot hier. Het is net of er een baksteen in zit. En de tepels zijn helemaal met klovenwondjes nu. Dus elke keer als ik weer voeding moet geven, dan is het echt doorbijten, doorbijten, doorbijten. Je kan dit, je kan dit. En dan zie je dat hoofdje. En dan denk je, ja, natuurlijk kan ik dit. Ik wil jou het allerbeste geven. Het is zo schattig. Ta-ta-ta-ta. Dat is de foto. Ja, dan moet je wapperen en een beetje in de... Kom jij op de muur bij het allereerste bezoek? Ja. Jax? Ik zie haar te wachten. Oh, je ziet er zo zielig uit, hè. Oh, wow, hij gaat nog steeds door. Wow. Hallo, weer een nieuwe dag vanuit dit naar poep ruikende, huilende, gezellige, liefdevolle, oh zo gelukkige. Op de rooswolk, in de strontwolklucht. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag niet met de ratslag, want Jola heeft pijn aan de voet. Maar wel dus met deze chaos. Ik moet zeggen, het is al best wel laat. Het is al 4 uur. Ik had een dag waarbij ik een beetje geleefd werd. En ook mijn emoties mij een beetje leefden. Ik was een beetje... Ja, als een kip zonder kop aan het rondlopen in huis. En aan het genieten natuurlijk, ook wel tussendoor. Maar heel erg kloven, dus super veel pijn bij het borstvoeding geven. En ik wil het toch doorzetten, dus ik heb nu van die hydro pads heb ik. Dus dat is echt heel fijn. Dat voelt ook echt heel erg lekker verkoelend. Nu moet ik weer voeding geven. Hij komt nu tussen de 2 en de 3 uur steeds. Dus het is best wel eigenlijk allemaal goed. En het gaat gewoon echt heel erg goed. Alleen ja, het hakt er natuurlijk wel in. Ik ben heel erg moe. Maar heel veel dingen zijn gewoon zo positief. We hebben ook trouwens gisteren de resultaten gehad van de sperma. Oh mijn god.
Ik kom er gewoon niet op. Stamcellen, ja, stamcellen. Van de stamcellen die zijn afgenomen na de bevalling vanuit de navelstreng enzovoort. Nou, heb ik al eerder wat over verteld. Maar goed nieuws, helemaal voor 9 had het geloof ik, van 1 tot met 10 qua goedheid en wat ze ermee kunnen. En dus het wordt opgeslagen voor Jax. Dat is voor als hij ooit ziek wordt, daar kunnen ze dan heel veel mee. Dus dat wilde ik nog even vertellen. Geboortekaartjes zijn we vandaag mee bezig geweest. Ja, we zijn natuurlijk bevallen. Rondom de feestdagen. Maar die zijn ook geregeld vandaag. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ze gaan naar de drukker en dan worden ze morgen op de post gedaan. Dan gaan jullie ze ook zien. Voor jou ook echt lekker relaxen, hè? Dus die kraamweek. Ondanks dat het wel soms een beetje vermoeiend is in de nachten. Word je er wakker van? Nu nog maar 1 keer gebeurd. Oh. Nou, 2 keer. Nee, 1 keer. Ja, valt mee. Ja, wij slapen op zolder. En Jola, die ligt beneden in haar kamer. Nou, niet beneden, eerste verdieping. Dus dat scheelt wel, hè. Als jij je deur dicht hebt, dan hoor je het eigenlijk niet. En Bart is lekker aan het koken daarachter. Hé? Ja, dat doet hij allemaal voor ons. Super lief. Heel lief. Oeh, la la. Ja, van deze schatjes. Ah, lief. Wat een liefde. Bart zijn eerste afgekofte flesje mag hij geen. Eindelijk een keertje bij papa drinken. Ik krijg dat ding er ook niet eens af als ik een beetje. Nee, wat denk je hoe die normaal aan die borst ligt? Dat krijg ik er echt niet zomaar af hoor als ik dat wil los hebben. Dat je echt met je pinkje tussen ja. Nou, ik heb meer gehoord huilen. Daarom, je darmkrampjes doen meer pijn van dat klikje. Oh, kijk nou. Even een korte update van deze dag. 6, morgen is Jax alweer 1 week oud. Wow, wat gaat de tijd snel. Ondanks dat we zoveel wakker zijn, gaat de tijd toch nog heel erg snel. Vandaag was echt de eerste echt goede dag voor Jax. Hij was echt super rustig. Ja, eigenlijk mag van mij elke dag wel zo zijn. Hij heeft vanochtend wel een beetje gehuild, maar verder was het echt gewoon heel chill. Er was ook niet zoveel visite, dat scheelt ook. Word je ook al een beetje gek van hoor, op een gegeven moment. Oeh, echt heel veel visite hebben we gehad. En met dat borstvoeding en dan vooral die pijn en die kloven erbij. En dan continu mensen eromheen. Ja, dat is best wel een beetje pittig voor mij. Maar vandaag heb ik dus afgekoft aan 1 kant. Aan de pijnlijke kant. En Bart geeft dan dat flesje. Nou, dat geeft mijn tepel een beetje rust. Waardoor ik waarschijnlijk vanaf morgen de borstvoeding aan die kant weer gewoon vanuit de borst kan geven. Even aankijken hoe dat gaat. Want rechts gaat het wel heel goed nu. Ik zit ook gewoon echt zo. Nieuw prikje gehad en gehoortest gehad. Dat was goed. En Jola die is nog even met Bart naar de dokter geweest. En die heeft een verrekt enkelbandje. Dus die moet even rustig aandoen met turnen. Maar verder valt het mee. Ik ga trouwens vanaf nu ook deze kolf gebruiken. En proberen en vertellen aan jullie hoe het gaat. Want deze is namelijk hands-free. Dus ik zie het al helemaal voor me dat ik dit kan gebruiken. En tegelijkertijd gewoon kan editen. Hoe handig is dat? Oh, deze kan je ook nog op batterijen laten werken. Dat is handig. Kun je hem dus meenemen. Dan is het helemaal hands-free. Dan doe je dat ding gewoon in je zak en dan terwijl je op straat loopt. Nee, serieus. Dat kan echt. Gewoon tijdens het lopen.
Hoe verliefd kan je zijn? Eindelijk weer eens eventjes zelf lekker koken. Ook alweer eens fijn. Het lukt me eindelijk om even een beetje stil te blijven staan zonder dat ik echt bijna omval. Terwijl wij eten. Ligt Jax er zo bij. Hè? Ook nog even koekjes gemaakt. Althans bijna, ze gaan nu in de oven. Die gaat Jola dan morgen op school uitdelen. Ook dat moet nog gebeuren. En dat heb ik bijna allemaal zittend gedaan. Want staan is echt een beetje te lang om zulke dingen te doen. Hallo allemaal, ik heb een mijlpaal en dat is... Jax is 1 week vandaag en de kraanweek zit erop. Yay, en de geboortekaartjes zijn binnen. Die heeft Jola net al uitgepakt. Kijk eens eventjes, superleuk. Ze zijn van lief, leuk en eigen. Er komt ook nog een fotostripje bij. Zo, en die gaan we straks met touwtjes vastmaken. Dit is echt heel mooi geworden, vooral in combinatie met deze foto's. Nou, daar ligt hij dan hoor, ons manneke. Lig je zo lekker wakker? Lekker wakker, hè? Lekker hikken. Zo, we sluiten de kraamweek. Sluiten wij af met een heerlijk etentje. Namelijk patat. Ja, we hebben het verdiend. Zoals zij. Veel balletjes. Oeh, wat lekker. En terug achter de computer. Ik zat hier vanmiddag al heel even 1 uurtje. Half uurtje ongeveer. En heb ik een beginnetje gemaakt aan de bevallingsvlog. Maar het was best moeilijk. Ik moest op een gegeven moment gewoon huilen. Omdat ik het gewoon zulke mooie beelden vind. Het is echt bizar om dat allemaal gewoon terug te zien voor het eerst. Dus ik moest eerst even rustig dingen terugzien. Maar nu ga ik aan de slag ermee. En dan gaan we weer lekker makkelijk zo'n vlog editen. Om in het eindje van je kraamweek. Hoe ga ik dit doen? Het is ook wel heel leuk en heel mooi om te doen hoor. Echt waar. Zulke mooie beelden. Nu is het zaterdag, dus het is de day after de kraamweek. En nu beginnen we eigenlijk weer gewoon met normaal vloggen. Ik weet niet of ik alle dagen gewoon weer upload zoals het schema is. Want dat ligt er een beetje aan hoe het allemaal gaat en hoe ik me voel. Zoals je ziet, ik ben nog steeds zo wit. Nou, dit shirt en ik, dat lijkt gewoon één. Heel handig ook om een wit shirt aan te doen. Maar, hey, power for the woman. Terwijl... Ik heb het maar wel gedaan, dus who cares hoe wit ik ben. En we gaan straks naar buiten, dus dat zie je ook in de volgende vlog. Dat we lekker erop uitgaan en het is gewoon bijna 20 graden, dus perfecter kan gewoon niet. Maar ik wilde aan het einde van deze vlog nog wel even vertellen hoe ik de week heb ervaren. En we hadden een super lieve kraamvrouw, dat scheelt natuurlijk enorm wanneer je daar gewoon echt een klik mee hebt van de kraamvogel. En ja, ze heeft ook een super lief stukje voor ons geschreven. Het was gewoon echt steun en toeverlaat. En zeker wanneer je borstvoeding geeft, is het ook echt heel belangrijk om daar iemand naast je te hebben die daar alles in weet en jou kan steunen. En ja, het was echt wel even doorzetten af en toe met de borstvoeding. Maar gelukkig dat het verder met mij lichamelijk echt super snel ging. Dingen waarbij ik heel erg tegenop zat, omdat het toen met Jola best wel gruwel was. Was nu eigenlijk gewoon heel erg meegevallen. Zoals, ja, you know, hechtingen, dat soort dingen. Viel allemaal heel erg mee. En ja, dat houd je dan wel op de been. De nachten zijn echt mega zwaar. Maar aan de andere kant, elke keer als je weer naar dat kopje kijkt, dan komt het allemaal weer goed. En elke ochtend schijnt het zonnetje weer hier in huis.
Dus dat maakt het allemaal goed. Maar doordat ik zo weinig heb geslapen en door alle emoties kan ik ook gewoon echt bijna niet eens erover praten. Of ik begin alweer te janken, zoals nu. Dus ja, dat was een beetje onze kraamweek. En het is echt, ook voor Jola was het superleuk. Die heeft een mini kraamverzorger, diplomaatje. En die moeten we trouwens nog even afmaken, want het is best wel druk geweest. Ja, het is gewoon zo'n rollercoaster van emoties, genieten, pijn, heel veel doorzetten. Ja, heb jij er nog wat over te zeggen, Bart? Die ligt lekker met Jax en zijn iPadje. Want je leert zoveel. Je kan zoveel boekjes lezen, maar als je real-time gewoon praktijk ervaring opdoet en je krijgt daarbij hulp van zo'n kraamverzorgster, dan... En dan gaat het eigenlijk helemaal vanzelf. Nu gaat het pas echt gebeuren allemaal. We zijn los. Stay tuned. I will be back. Rock that joint.